Ja, naast me zit Sabine. Ja, Sabine, we zitten hier bij het Patisserie Royale. Ja. Je trots eigenlijk, hè? Onze trots, ja. En bijna 100 jaar. Dat klopt. We bestaan 95 jaar volgend jaar. Derde generatie familie Struiken. We bestaan al 4 generaties lang. Ja. En nou heb je de zaak overgenomen 5 jaar geleden. Ja. In je eentje? In mijn eentje, ja. Ja, voorheen hebben mijn ouders het altijd samen gedaan. En daarvoor mijn opa en oma. Dat is natuurlijk makkelijk, hè? Vrouw die runt de winkel en de man, en de man. Die runt de bakkerij. Ja. Maar je hebt geen man die de bakker is? Helaas niet, was het maar zo een feest. Ja, mocht er een bakker zien wat toevallig nog op zich is, zo'n leuke vriendin. Ja, ik heb een hele lieve vriend, maar hij is geen bakker. Ja. Nee. Maar ja, dus ja, je bent wat mogelijkheden aan bekijken om toch de zaak en de naam zeg maar voor te laten bestaan. Precies, precies. Ik merk dat het voor mezelf gewoon moeilijk wordt en om het in mijn eentje voor te zetten. Omdat we vaak personeelstekort hebben in de bakkerij. Dus om dat te stabiliseren, zou ik ook graag verder willen met of een compagnon of eventueel een verkoop met een koppel. Of bijvoorbeeld voor ons het belangrijkste is dat de zaak blijft bestaan. Ja. Ja. En als er maar een bakker bij is, hè? Want dat is als het belangrijkste. Als er maar vakmensen, vakmensen bij komen, ja. Ja, want daar is eigenlijk ook best wel een tekort aan bakkers en vakmensen, hè? Ja, helaas wel. Helaas wel. De opleidingen die gaan weg. Die zijn er bijna niet meer. Het is heel moeilijk om nog goede mensen te vinden. En dat is in elke branche zo. Dat is niet alleen maar in de bakkerswereld. Ja, en je hebt echt een goed opende zaak hier midden in de Wijkenbrugstraat. Ja. Ja, we zitten hier gewoon en de mensen blijven in en uit lopen. Ja, het is hartstikke druk, gelukkig. Daar ligt het niet aan. Misschien te druk, want we kunnen het bijna niet bijbenen. Ja. Vandaar dat we continu altijd vacatures open hebben staan. Maar de mensen blijven uit, de juiste mensen. En wat is jullie specialiteit? Onze Gâteau Grenache, die is sinds 1952 uitgevonden door mijn opa nog. Oké. Ja, ja. En die traditie wordt nog steeds voorgezet? En die traditie wordt nog voorgezet. En daarnaast hebben we natuurlijk de Limburgse Vlaai, waar ze hier het weekend op voor een rij staan. Ja. Ja, super. Ja, ik zou zeggen, doe een oproep. Lieve mensen, als jouw passie is voor te bakken, patisserie en misschien een ondernemershart, laat het ons weten. Ja, Sabine, hier staan we dan bij je heerlijke grenache. Ja, wat je net zegt, de traditie van je opa nog. Hè? Ja. Wat gaan we doen? Zullen we iets weggeven? Zeker, zeker. Zeg jij maar. Like, deel onze oproep en win een heerlijke grenache gâteau. Heerlijk, want dat ziet echt lekker uit. Dus like, win en deel. Tag misschien iemand boek het samen met wil eten. Ik zou het zeker doen. Dan, wie weet, krijg je hier van ons de... Gâteau Grenache. Wat is loos in mijn streek? Wat is loos bij? Patisserie Royale. Oh, ik weet wat loos is in